kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus en ik heb wat slecht nieuws. Ik zit te manken, eigenlijk al 2 dagen. Ik heb het jullie laten zien waar kan ik dan mijn camera zetten. Ah, daar. Ik ga die even hier zetten. Ah, wel, jullie zien het hier nu. Deze hele streek, dus van hier tot hier, heb ik dus echt last. Heel veel pijn. Ik kan mij heel moeilijk bukken. Ik kan moeilijk auto rijden. Dus daarom dat ik ook subiet om 17:45 een afspraak heb bij de dokter. Dus om 17:45. Ik heb dat ook al aan mijn admins laten weten, dat ik naar de dokter moet gaan. Eigenlijk aan mijn ene admin, dat is BRNT. Ik kan sowieso zeggen, de BRNT die vertrouw ik nog altijd als 100%. Dus hij doet wel zijn werk wat hij moet doen, Discord. Voilà. En ook niet alleen op Discord doet hem heel goed. Ook achter de schermen doet hem het heel, 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 heel goed. Soms te. Ja, soms te goed, ja. Hij is een goede gast, ja. En dat wil ik altijd zo blijven koesteren. Maar nu gaan wij stukjes ervan vertrekken naar de dokter toe. Of anders ga ik daar iets te laat aankomen. Die is gewoon een goede gozer met een hart van goud. Ik kan het niet beter worden dan. Toch? Ja, BRNT, heb ik het gehoord? Mooie woorden van mijn lievertje, Bea. Ik kom het zelfs komen te laat. Ja. Allee, ik ga jullie niet laten. Heb ik alles? GSM? GSM. Goeie dat je dat vraagt. Ja, GSM, portefeuille, check, check, check. En, ja, ook heb ik ook bij. En deze ga ik bij de andere papieren even leggen, want deze moet betaald worden. En die is van voor iemand. Voilà. Allee. Tot straks allemaal. Yo. 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 Yo, yo. Oké. Toch proberen dat te helpen. Zie je dus hoe moeilijk dat dan gaat. Treetje per treetje. Amai, man. Amai. Hey, allee, ik ga jullie laten. Zo, hier in Sint-Lambrechts Herk aangekomen. Ik is richting mijn. Hoi, hoi. Ik heb het even afgesloten om al van dat er wat paar mensen zijn die ik ook kende. Dat ik daar een goede dasje heb gezegd. Voilà. Dus nu ben ik dus te voet onderweg naar mijn dokter toe. Dat is hier gewoon maar om het hoekje. Maar ja, we gaan te zitten. Dat gaat weer een ander verhaal zijn. Heel leuk zijn en je moet wel op het fietspad fietsen, want het gaat mij bijna mee. Ja, want hier is een fietspad, hè. Allee, tot ziens. Ik kom nu aan bij de dokter. Zo, hier in de wartzaal bij mijn dokter. Ik ben de volgende aan de beurt. Ik ben mij ook even bezig aan het houden op mijn GSM. En zie dus hoe mijn been is gestrekt. Dus deze kan ik plooien. Maar deze kan ik heel moeilijk plooien. En die je juist op mijn GSM zag, was Maarten en Dorthee. Kijk maar. Oh my god, en Stuk TV is blijkbaar terug begonnen met opdrachten. Daar ben ik wel heel blij om. Voilà. En dan kom ik ook nog het Rode Kruis tegen hier op Facebook.
meer, ja. Dus ik ga nu nog even wachten tot ik binnen gehaakt. Dat was dus een pijnscheut. En na de dokter terug naar mijn thuis toe, hopelijk mag ik naar mijn thuis terug toe gaan. Of moet ik naar het ziekenhuis gaan? Ik hou jullie sowieso op de hoogte. Je zal weer al zeggen van Dimitri voor een abonnement op de spoed. Ja. Oh. Hartje terug. Mijn liefken is hartjes aan het zenden naar mij. En voor de rest, ja, niet veel te vertellen. Oh ja, ik moet nog ook nog iets bespreken met mijn schatje. Vanaf met Chris. Als we morgen of overmorgen opgaan naar haar toe. Ik denk rapper vrijdag. Ja, ik denk rapper vrijdag. Dan hebben we ook iets te doen. Voilà. Maar nu ga ik rustig verder afwachten voor binnen te geraken bij de dokter. Dankjewel, tractor, voor mijn vlog te kloeten. Nee hoor. Hallo allemaal, ik ben nu bij de dokter. Wat heb ik nu? Ik heb gewoon een verstuiking. Ja. Gewoon dat er een spier is geraakt bovenaan aan mijn benen, aan mijn dijbeen. Ik heb ergens mee tegen gestoten en dat is een spier die nu goed moet rusten. Ik moet daar bepaalde shellen over gaan smeren. Ik zal dat ook wel later wel in mijn vlog ook nog wel zeggen. En dan heb ik nog zelfs nog weer al een opdracht gekregen voor gaan te plakken en te knippen in een vlog. Ik ga niet zeggen in welke vlog. Dat laat ik te buiten, maar ik heb weer al wat reclamaties binnengekregen van een instantie. Meer ga ik daar niet van zeggen. Goed, allee, tot ziens allemaal. Beste mensen, ik heb hier juist een kwartier aan de lijn gehad. Ik ga geen namen noemen, iemand van het Rode Kruis. Deze keer zeg ik nu wel eens de benaming. Ze zijn mij echt kapot aan het maken, hè. Oké, ik had de polo t-shirt aan van de Rode Kruis. Ik excuseer mij daar ook over. Ik heb het over de ganse lijn, Diafonke, Dialogo, heb ik overal geblurred. Heb ik tijd ingestoken en al. Ik had op dat dag ook heel weinig tijd om een andere t-shirt of zo aan te trekken. Want mijn vriendin, die woont niet in Alken, maar in Hasselt, die moest ook gaan stemmen. Dus die is ook stemplichtig. Ik heb het Rode Kruis in Alken 2 uur ook nog eens geholpen om donaties binnen te brengen. Allemaal perfect gelukt en al. En nu krijg je gezeven van... Oh ja, omhoog van dat je ook de stemtest hebt gedaan met onze Rode Kruis polo t-shirt aan, ga je tegen onze erecode aan. Oké, dat is goed. Ik heb hun logo dan ook overal geblurred. Maar blijkbaar is dat niet goed genoeg voor hun. Blijkbaar is het niet goed genoeg voor hun en moet ik het volledige Vonken offline halen. Hoe staan jullie kijkers daar tegenover? Nu ben ik daar ook eens benieuwd naar. Want ik word nu overal aangevallen. Want de persoon waar ik nu juist heb mee gebeld, die heeft ook gewoon gezegd van daar is geen discussie met u mogelijk. Kijk, ik heb nu al daar al 4 uren in die funken ingestoken. 4 uren. En... dan is het nog niet goed genoeg voor hun als hun logo en al geblurred is. Ik laat gewoon dat Vonken online staan omhoog van... Ik doe daar geen foute rechten mee. Ik doe daar geen foute dingen in. Geen. Echt niet. Even mijn kabel nog pakken. Ik doe daar echt geen fouten in. Echt niet.
Maar als ze zo op de spits kunnen drijven, dan kennen ze mij nu nog niet. Oké, ik ken hun ook nog niet hoor, maar te goed. Je moet denken, zo gelijk ook als ik het offline haal, dan kunnen jullie weer beginnen te zeveren van oh, je hebt wel op Vlaams Belang gestemd. En dat wil ik dus vermijden. Dat gedeelte. Omwille van, als ik nu nog de stemtest moet doen, dat gaat niet meer, omwille van, dat staat niet meer online. En dat snapt de Rode Kruis blijkbaar ook niet. Ja, ik heb nu heel veel de Rode Kruis naam benoemd. Voilà, wereld is gratis, slechte reclame voor jullie. Reclame is reclame. Ik heb altijd heel graag samengewerkt met de Rode Kruis. Heel graag. Maar hoe ze het nu doen naar mij toe, pik ik het niet. Pik het gewoon niet. Ik weigde daar echt heel graag mee samen. Ik stikte daar mijn tijd in. Ik stikte daar mijn vrije tijd volledig in. Want ik had zelfs ook zo gezegd van zondag, dat het zo vroeg was, ik heb geen goesting om te gaan. Maar ik heb wel toegezegd, maar ik ben wel gegaan. Ik heb die moeite ook gedaan en al. Ik kan ervan niet janken. Hoe onze Psycho TV aan het behandelen zijn. Hoe is de Psycho TV aan het behandelen zijn? Nou, ik kan er gewoon niet meer tegen. Ik kan er gewoon niet meer tegen. Echt. Kan ik nog een keer mijn computer aanzetten? Ik ga gewoon over de ganse lijn van 50 minuten die je filmpje, de logo van de Rode Kruis Vlaanderen ga ik blurren. En als ze daar niet content mee zijn, moeten ze maar in een mailje sturen naar YouTube. Jullie horen het goed, YouTube, want ik laat het daar op staan. Dan is het aan YouTube en aan de Rode Kruis om daar een discussie rond te maken dat die filmpje offline moet gehaald worden. Dan zal ik dan wel een strike krijgen, maar dan weet ik het ook tenminste. Punt. En als ze daar geen moeite voor willen insteken, dat betekent dat ze wel akkoord zijn met het filmpje. Zo werkt dat in de media. Dus als je een filmpje online plaatst en daar is iemand tegen, die kan daar een bezwaar tegen tekenen. En dat is niet gebeurd. Niet. Voilà. Bij deze ga ik ook de vlog beëindigen, want ik ben nu zo fel opgejaagd rondom hier. Dus, voilà. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe livestream, vlog of een video online komt. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Yo, 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 yo. Ik heb de vonk van de miserie toch offline gehaald. Jammer, niet offline gehaald. Ik heb die gewoon op privé gezet. Ik ga die niet volledig offline halen. Ik zet die op privé, punt uit. Daar moet dus ook mijn content mee zijn. Want ik mag het nog altijd gebruiken voor eigen gebruik. Dank u. Ik ga wel de stemtest wel online gooien, maar dan met het geblurde logo van de Rode Kruis. Ja, dus ik maak blijkbaar omhoog van dat ik met zo'n met een tekort aan tijd in die dag zat, heb ik daar nog de stemtest heel snel gedaan en al. En oké, ik had dan ook nog wel de polo t-shirt aan van ja. Sorry daarvoor. Ik geef dan weer mijn excuses daarvoor. Maar hier, na deze fragment, zien jullie de stemtest met de geblurde logo. Je weet wel welke logo, hè? Ja, oké. Wat een miserie. Ik zeg nog niks is fout in dat vonken.
Oké, ik had de ganse dag die polo t-shirt aan. Moest ik... Ik snap het soms niet. Ik snap soms niet waar de mensen zich mee bezighouden om andere mensen naar de grond te kunnen boren. Ook met hun eigen hobby. Echt. Maar ja, mij niet gelaten. Ik zal zeggen, geniet nog maar van de stemtest. En na de stemtest, vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Hè. Goed. Ja? Oké. Veel kijkplezier met de stemtest. Jojojo en tot morgen. Ik krijg hier even 35 vragen met jullie dus oplossen. Dus ik ga toch nog de stemtest doen. En die gooi je dan ook al integraal in mijn vlog. Dus je ziet hier dat ik op de VRT Nieuws website ben terechtgekomen. Want ik heb gewoon de stemtest ingegeven op Google. Kijk maar. Heb hier de stemtest. Waar pak ik die van... Hier ook eentje. Ja, dat mag. Ja, oké. Postcode, dat is voor mij deze hier. Voilà, dan gaan we deze nemen. Ja, van het laatste nieuws. Banken verplichten om hogere rente op spaarboekjes te geven. Ben ik helemaal akkoord mee. Erkende vluchtelingen minder sociale rechten geven dan andere burgers. Daar blijf ik neutraal in. Dus ik ben niet akkoord. Ik ben helemaal akkoord. Nee, ik ben er neutraal in. Wel van erkende vluchtelingen minder sociale rechten geven dan andere burgers. Laat zij ook de kansen krijgen voor ingeburgerd te worden, vind ik. Voilà. Werkloos uitkering beperken tot 2 jaar. Ben ik ook weer al niet akkoord en helemaal akkoord. Ik kan geen koffie drinken, ik zie de suiker nergens. Ah, daar, waar die Pokémon dingen op staat, van karton. Oké. Dus werkloze uitkering beperkt tot 2 jaar. Ik ben daar niet akkoord en helemaal akkoord. Ik sta er ook weer al neutraal in. Waarom? Omdat van, ik heb 9 jaar, maar ik heb intensief gezocht naar werk toe, dus... Moet dan mijn uitkering dan ook op stop gezet worden als je echt effectief kan bewijzen, echt bewijzen, dat je aan het werk aan het zoeken bent. Dus, volgende. Het overheidstekort verkleinen door meer te besparen, nieuwe belastingen in te voeren, meer besparen. Vlaanderen onafhankelijk maken op termijn, helemaal niet akkoord. Echt niet. Want ik ga sowieso zeggen, oké, ik ga dan mijn ex er even bij nemen. Zo gelijk, haar ouders, die zijn gescheiden en ene ouder is dus naar Wallonië verhuisd. Moet dan Vlaanderen onafhankelijk worden, dat er ook een Vlaming in Wallonië is gewonnen. Dus dan moet die terugkomen naar Vlaanderen toe. Nee. Dus ik ben daar helemaal niet akkoord mee. Laat de mensen toch wonen waar ze willen en Vlaanderen gewoon België als België behouden. Rijbewijs met punten invoer, waardoor bestuurders na meerdere overtredingen hun rijbewijs kunnen verliezen. Oh. Dat is een moeilijke voor mij. Oké, ik ben akkoord. Nieuwe kerncentrales bouwen. Ik ben daar helemaal akkoord mee. Oké, er is meer dan ontploffingsgevaar. Die dat. Maar we hebben toch ook wel redelijk veel stroom nodig, want tegenwoordig wordt alles gemaakt op stroom. Dus... Hoe raken we aan stroom? Meer kerncentrales. Voilà. De voedselprijzen in de supermarkten bevriezen. Helemaal akkoord. Trek akkoord. Ik ben er echt heel akkoord mee, want het leven is nu al duur genoeg. Oekraïne. Militair en financieel sterker steunen in de oorlog met Rusland. Daar ben ik helemaal akkoord mee. Want Rusland moet stoppen met oorlog te voeren tegen Oekraïne. Laat de Oekraïners toch eens met rust. In mijn rugzak. Ja, in mijn rugzak. Ja, ik had chocomelk en heb ik gedronken toen ik daar stond voor de donaties. Dus Oekraïne militairen financieel zeker steunen in de oorlog met Rusland. Ik ben daar helemaal akkoord mee. Dus laat Rusland maar eens voelen wat Europa kan.
Tabak, sigaretten en vapen verbieden voor wie jonger is dan 18 jaar. Ben ik helemaal akkoord mee. Maar ze moeten zelf nog altijd beslissen als ze gaan roken, ja of nee. Daar sta ik helemaal vanaf. Ik moedig het niet aan. Ik moedig het echt niet aan. Dus wat ik wel aanmoedigd is, blijf er alsjeblieft zo lang mogelijk van af of blijf er voorgoed vanaf. Echt waar. Het is voordat je het weet, gaat je gezondheid iets achteruit er met de sigaretten. Omdat dat maakt op je longen iets heel vies. Waardoor je ook een piep op je longen kunt krijgen en dat is eigenlijk niet fijn. Maar het is ook heel moeilijk om te stoppen. Dus daarmee dat we zeggen van blijf er best van af. Oké, okay. Ja, dat is wel waar. Je melk moet er nog in. Oké. Okay. Meer opvangplaatsen creëren voor asielzoekers. Ja, natuurlijk. Stel dat hier oorlog uitbreekt, ik denk dat die landen die wij mensen hebben geholpen, dat die dan ook ons uit de nood gaan helpen voor burgers. Ik geef dat eerlijk toe. Dus ik ben er akkoord mee. Helemaal akkoord. Voilà. Volgende. Dan, de automatische indexering van lonen afschaffen. Niet akkoord. Dus dat moet altijd mee omhoog gaan. Meer inzetten in het onderwijs op het welzijn van de leerlingen, de schoolresultaten van de leerlingen. Ja, ik heb hier een vettige kop, maar ik heb me straks een bot. Ja, dat weet ik. Ja, nee, het is voor de kijkers. Ja, oké. Dus, merci, schat. Hoeveel? Alsjeblieft. Twee keer. Oké. Denk meer voor het welzijn van leerlingen. Dus, ja. Meer inzetten op het welzijn van de leerlingen. Volgende. Gevangenisstraffen altijd volledig uitvoeren. Helemaal akkoord. De voltijdse werkweek inkorten van 38 naar 32 uur met behoud van loon. Helemaal akkoord. Iedereen zal daar akkoord zijn. Echt waar, heel Vlaanderen zal daar echt mee akkoord zijn. Het rusthuis mag nooit meer kosten dan het pensioen van de bewoner. Daar ben ik ook eigenlijk helemaal akkoord mee. Want tegenwoordig is het al duurder dan als ze van een pensioen trekken, waardoor dat de dochter of de zoon of de x dat eens keer financieel moeten bijstaan. Ja, dat is waar. Voilà, en daar vind ik het jammere systeem aan van rusthuizen. Rusthuizen zijn noodzakelijk. Wat soms ook op factuur kan gaan, is... Ja, de kapper, ja. Ay, dat is via factuur, dacht ik, maar ik weet het niet. Ik mag daar eerlijk niks over zeggen. Dus met rusthuizen, ik vind het op zich... Het is belangrijk, want als je later oud bent, zijn je blij dat je geholpen kunt worden. Ja. Dat er... Vooral als je klachten hebt. Dat hoort waarschijnlijk dat de dochter of de zoon of de x u niet kan helpen. Dan is echt een rusthuis een heel mooie stopplaats voor je mama of papa of de x. Te plaatsen in een rusthuis. Omhoog van daar heb je dan ook weer al helpende handen. Maar het mag ook niet te duur worden voor de bewoners die daar dan gaan inwonen, dat het niet meer dan wordt dan het pensioen wat zij ook trekken. Dat vind ik dan niet kunnen. Volgende. Meer investeren in betere wegen, openbaar vervoer. Betere wegen voor mij. Ah ja, ik pak heel weinig de openbaar vervoer. Ik geef dat ook eerlijk toe, mensen. Ik pak dat echt heel weinig. Volgende. Het aantal immigranten in België begrenzen. Nee, niet akkoord. Waarom niet? Ze mogen ook altijd van mij uit, mogen ze altijd, hebben ze altijd een kans voor hun in te burgen. Als het niet lukt, ja, dan terug naar hun eigen land. Minder belastingen heffen op arbeid en meer op consumptie op kapitaal. Wat ze daarmee bedoelen, ik weet het niet. Dus daar blijf ik dan neutraal in. Sorry, ik ben daar niet in thuis van belastingen en consumptie en kapitaal. Daar ben ik totaal niet in thuis, dus ik weet ook niet wat dat allemaal betekent. Dus dan blijf ik daar neutraal in.
Abortus toelaten tot 18 weken in de zwangerschap in plaats van 12 weken. Ik ben daar helemaal akkoord mee. Ik ben er echt helemaal akkoord mee. Waarom? Dat is mijn mening. Stel dat er een serieuze ruzie is ontstaan en er is dan een miskraam gebeurd, waardoor dat toch het kind geboren wordt als met beperkingen. Zou jij graag geboren worden met beperkingen? Ik denk het niet. Dan denk je ook liever dat je heen bent gegaan, dat je dan altijd op hulp moet vallen. Mag ik dan mijn mening zeggen? Dat, ja, dat was dus mijn mening. Dus abortus toelaten tot 18 weken ben ik daar helemaal akkoord mee. Ja. Ik vind dat bij abortus eigenlijk moet nagedacht worden. Er zijn heel veel mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Ze kunnen die ook baren voor die mensen die geen kinderen kunnen krijgen en die het wel willen. Een soort traag moederschap, ja, dan. Dat is ook wel iets heel moois, maar abortus toelaten tot 18 weken wil ik wel laten toestaan. Waarom? Omwille van ook bijvoorbeeld, als het toch een gehandicapt kind is, bijvoorbeeld, ze zeggen van ja, het is 90% met beperkingen. Wilt jij leven met 90% beperkingen dat jij continu echt hulp moet nodig hebben? 24/7. Dan vind ik dan abortus dan weer wel toegestaan is tot 18 weken. Als ze dan kunnen merken van, daar is iets mis mee. Alleen als er iets mis mee is, hè mensen, van de vrucht. Ja, oké. Maar hoe je het net verwoordde, kwam dat anders in mijn keelgat terecht. Oké. Volgende. De job van leerkracht aantrekkelijker maken door de lonen fors te verhogen. Ben ik helemaal akkoord mee, want die verdienen nog altijd te weinig, vind ik. Omwille van, er is leraren tekort, hoe komt dat? Omwille dat de lonen nog daar altijd redelijk laag liggen. De kilometerheffing invoeren, zodat de autobestuurders die meer rijden, meer betalen. Helemaal niet akkoord, want ik rij veel. Jullie weten dat, hè mensen? Ik rij veel. Dus, ik ben daar niet akkoord mee. Volgende. Kinderen van voltijdswerkende ouders voorrang geven in de kinderopvang. Ben ik helemaal akkoord mee. Want er moet geld in de kassa komen voor alles te kunnen betalen. Een totaal alcoholverbod invoeren voor bestuurders. Jawel! Sorry mensen, als er nu heel veel mensen tegen mij gaan zijn. Ben ik er helemaal akkoord mee. Voilà. Belastingen gelijk trekken voor gehuwden en alleenstaanden. Niet akkoord. Omwille van pap bijvoorbeeld dat de partner weer meer verdient dan dat de man meer verdient dan de vrouw. Ja, er moet ergens een middelweg gevonden worden, vind ik. Voilà. De verplichte legerdienst invoeren voor 18-jarigen. Oei. Ik ben er wel akkoord mee, maar ik heb het nooit meegemaakt. Verplichte legerdienst invoeren voor 18-jarigen. Nou, ik ben er akkoord mee. Alhoewel van, de oorlog is al redelijk dichtbij, dus ja, ik ben er akkoord mee. Een rijkentax invoeren voor de grootste vermogens. Ja, helemaal akkoord. Het dragen van hoofddoeken overal toelaten op de werkvloer. Helemaal akkoord, want ze moeten ook, bijvoorbeeld de mensen van hun geloof, moeten hun eigen geloof ook nog altijd kunnen respecteren, vind ik. En ze moeten hun daar ook nog altijd goed bij voelen. Want ik heb al soms ook zo gemerkt van, ze moeten dan de hoofddoeken afdoen. Dan voelen ze zich ook weer al niet meer 100%. Dus dat zijn ze gelijk wij. Moeten wij dan ook al onze kleren uitdoen? Dan voelen wij ook ons naakt. Dus gelijk ook die mensen die hoofddoeken dragen, die voelen zich dan ook gekleed. En als ze dat niet dragen, dan voelen ze zich ook soms naakt. Oké, volgende. Minimumloon optrekken van 2000 naar 2800 euro bruto per maand.
helemaal akkoord. Blijf op de hoogte. Oké, nee. Mijn resultaat. Ik wil dus nu mijn resultaat. Dat ga ik nu bekijken. En dat is geworden. Carolien Guinness van Vooruit. Oei. Hoe maakt de lijsttrekkers je kan... Oké, dus Chris verduikt met Vooruit met 68%. Gabi Kolobunders met 61%. Ziet dan Open VLD met 61%. Dan Elke Eetje van Groen met 60%. Yashin met 58%. NVA met 55%. Ziet dat waar pas Vlaams Belang komt op mijn 52%. Ho, ho, ho. En dan hebben we hier de federale verkiezingen voor u. Dan CD&V, PVDA, Vooruit, Groen, Open VLD, Vlaams Belang en dan N-VA. Dan de Europese verkiezingen. Daar heb ik Vooruit als eerste staan. Dan Groen, PVDA, voor u, CD&V, Open VLD, N-VA en dan Vlaams Belang. Dus je ziet... Vlaams Belang staat toch nog redelijk laag bij mij, hè? Is het niet, schat? Dat echt Vlaams Belang altijd het laatste staat. Toch raar? En op Discord, dat is echt waar, hè, mensen? Op Discord nu zeggen ze van... Die is psycho, die gaat op Vlaams Belang stemmen. Die is psycho, die stemt op Vlaams Belang. Ik ga nu heel eerlijk zijn. Ik ben een stemhonkje binnen geweest en ik heb niet op Vlaams Belang gestemd. Op wat ik wel heb gestemd, dat hou ik voor mijn eigen. Waar mijn lieverd op gaat stemmen, dat houdt mijn lieverd ook voor haar eigen. Dat moet ik zelfs niet weten, hè, schatje? Dat moet ik zelfs niet weten te komen, hè? Op wie dat je gaat stemmen. Dat moet niet. Dat moet niet. Je mocht dat altijd zeggen. Oh ja, ik heb op die gestemd of op die gestemd. Maar dat moet niet. Nee, dat is dat. Voilà. Denk eraan, deze verkiezingen waren wel verplicht, hè? Nu in oktober, de volgende verkiezingen zijn niet verplicht. Dus het is nog altijd beter dat je wel gaat stemmen dan niet gaan stemmen. Waarom? Omdat van, het is uw gemeente waar je mee speelt dan. Voilà, dat zal zeggen. Zeg mensen, ik ga jullie nu hier laten, want ik heb nu al redelijk lang de stemtest gedaan. Dus ik hoop dat jullie er hebben van genoten. Want ik ga mijn schatje toch wel zelfs nog richting haar thuisje moeten brengen. Tot later. Yo.